NAVO-topman Willy Klaas opnieuw onder vuur. Hoogste Belgische rechtscollege beticht hem van corruptie in Augusta-affaire. Foute bemanning leidde tot neerstorten KLM Cityhopper vorig jaar, blijkt uit onderzoek Raad voor de Luchtvaart. Kabinet slaagt er niet in financiering te vinden voor onderwijsassistent in basisonderwijs. Kwestie blijft onopgelost. Tarek Olida voor 6 maanden uitgeschakeld. De speler van Sevilla scheurde een kruisband van zijn rechterknie. Het late nieuws met Sander Simons en Jur Raatjes. Goedenavond. Stel, je vader is 20 jaar geleden omgekomen bij een bedrijfsongeval en je vindt aantekeningen waaruit blijkt dat voor de ramp was gewaarschuwd. Dat speelt in Limburg, rond de explosie van een installatie van DSM in 1975. Daar vielen toen 14 slachtoffers. Hun nabestaanden eisen nu een nieuw onderzoek. Straks een reportage. En later in de uitzending ook sport, Jur. De voetbalclub Dynamo Kiev werd kort geleden door de UEFA uit de Champions League gehaald. In de wedstrijd tegen Panathinaikos zou de scheidsrechter omgekocht zijn. 2 Nederlandse journalisten gingen op onderzoek uit en werden bedreigd. Straks meer daarover, maar we beginnen met nieuwe problemen voor NAVO-topman Willy Klaas. Die houdt vol onschuldig te zijn in het zogeheten Augusta-omkoopschandaal. Hij stapt niet op als secretaris-generaal van de NAVO. Dat zei hij tijdens een persconferentie in Amerika. Het hoogste gerechtshof in België heeft het parlement verzocht Klaas in staat van beschuldiging te stellen. Volgens het hof heeft Klaas zich als minister in der tijd schuldig gemaakt aan corruptie en valsheid in geschriften bij de aankoop van Italiaanse Augusta-helikopters voor de Belgische defensie. Klaas verblijft momenteel in de Verenigde Staten, waar hij met de NAVO-landen besprekingen voert over de situatie in Bosnië. Tijdens een persconferentie werd hem gevraagd naar de aanklacht. Well, frankly speaking, I heard about this a few hours ago. And apparently the press knows more than I know. Because even my lawyer could not see the document. So I have no idea on what that can be. Anyway, I'm confident in justice and as the Belgian constitution has foreseen it, I will be at the disposal of the parliamentary group, the special group, in order to have an open discussion, to give answers to all the questions and let it be clear. I'm totally innocent. I've never done something wrong. So... Het Hof had het rapport over de Augusta-affaire een maand geleden al afgerond. Maar het belandde pas vandaag in handen van de parlementaire commissie. Die moet zich nu buigen over de vraag of er daadwerkelijk voldoende bewijzen zijn om Klaas voor het gerecht te slepen. De commissie vergadert dinsdag na de stemmingen in plenaire vergadering om haar werkzaamheden te regelen. De heren van Parijs en Reinders werden als verslaggevers aangewezen. De Augusta-affaire draait om smeergeld dat door de Italiaanse helikopterfabrikant zou zijn betaald aan politici, onder wie misschien ook Klaas. Die was, toen de affaire speelde, eind jaren 80, minister van Economische Zaken. Klaas ontkende eerst op de hoogte te zijn van de smeergeldaffaire, wat hij later moest herroepen. Maar hij bleef erbij dat hij zelf nooit steekpenningen heeft aangenomen. De commissie begint haar werkzaamheden dinsdag aanstaande. Ze zal advies uitbrengen aan het voltallige Belgische parlement. Dat kan dan besluiten op de wens van het gerechtshof in te gaan en Klaas te vervolgen. Het parlement heeft dus het laatste woord. Over 1 zaak hoeft het zich in elk geval niet meer te buigen. De parlementaire onschendbaarheid van Klaas is al opgeheven.